Ajax sluit dit weekend het trainingskamp in de Lutte af en gaat dan de laatste week van de voorbereiding in. En tegen de verwachting in van velen zijn ook de drie sterkhouders Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Siem de Jong er nog steeds bij. Nou, ik denk dat je daar kan concluderen dat het dus de spelers waar het over gaat heel goed nadenken over wat voor beslissingen ze gaan nemen in de volgende stap in hun carrière. En dat ze weten dat ze, wat ze hier hebben, dat het zeker ook een hele goede uitgangspositie is voor hun carrière. En daar mogen we trots op zijn dat het zo is. Dus ik ben daar blij om. Dat betekent dus dat we in ieder geval iets goeds doen naar die spelers toe. Dat ze een goed gevoel erover hebben. En dat dus wat ik net al over Siem ook al zei, dat er moeten goede clubs komen, willen ze die stap maken. Want ze weten dat ze hier ook weer verder ontwikkelen. Als hè, die jongens weggaan, 1, 2 of 3 jongens weggaan, dan kunnen wij heel trots zijn dat die jongens uiteindelijk naar die competities gaan. En dan geven ze een dikke handdruk en dan wensen we ze heel veel succes. En dan gaan wij weer gewoon verder met de orde van de dag. Dus dat weer proberen waar we nu zijn, om dat zo snel mogelijk weer op dat niveau te krijgen. Opleiden weer, dat is niet heel leuk. Dat is leuk, ja. De transfergeruchten rondom Alderweireld, De Jong en Eriksen mogen dan misschien aanhouden. Aan de motivatie is dat niet te zien. Het zijn ook drie fantastische jongens. Dus hun karakter laat het ook niet toe, zeg maar, om te verslappen. En vandaar dat ik daar ook helemaal geen problemen mee heb. Want ik weet dat zij alles zullen geven. En natuurlijk is het voor beide is het wel eens soms een lastige situatie om keuze te maken. Ja, ga ik nu al, blijf ik hem zeg maar het voordeel geven of de voorkeur? Of ga ik al nu eventjes met degene die hem misschien moet vervangen mee aan de slag? Nou, dat is best lastig. Deze zomer is een uitloop van spelers vooralsnog uitgebleven en dat heeft grote voordelen. Je hebt nu zeg maar een groep die heel lang bij elkaar zit. En je kan dus nu sneller dingen eisen al. Vorig jaar hebben we natuurlijk heel veel nieuwe jongens nog moeten inpassen. En nu heb je het echt het gevoel, oké, als dit zo blijft bij elkaar, dan moeten we sneller op een hoog niveau. En willen we in Europa wat betekenen, dan moeten we dat ook beseffen. En daar hebben we op dit moment zijn we daar heel intensief mee bezig geweest om dat proces niet na de winterstop in te zetten, wat vaak gebeurde, met praatsessies allemaal, maar eigenlijk nu ook al. Ja, en dat is voor je ontwikkeling als trainer is dat ook weer een stap en ook nieuw. Het belangrijkste dat is dat we dus sneller op een hoog niveau zijn. En dus volgens mij zei iemand het al tegen mij, als jij tussen de 5e en 10e wedstrijd de laatste jaren misschien maar 1 wedstrijd wint, ja, dat moet dus echt daadwerkelijk anders. De Boer zal snel duidelijk maken wat zijn beoogde basisformatie wordt. En daarbij moet hij ook opnieuw een keuze maken tussen Kenneth Vermeer en Jasper Cillessen. Dat zal morgen duidelijk worden. Tegen Werder Bremen zal in mijn gedachten het grootste raamwerk er staan. Maar daarnaast zijn er heel veel andere, zijn er nog posities waar je denkt, hey, daar twijfel je misschien nog over. Dus iedereen moet gewoon het laten zien weer. En dus ook in die Osasuna-wedstrijd. Dus voor mij zijn alle twee wedstrijden heel belangrijk. De hoofdcoach zal dus knopen moeten doorhakken naar de laatste twee oefenduels. En zal daarbij voor lastige keuzes staan. Ja, kijk, je hoeft maar naar de spitspositie te kijken, naar Danny Hoessen die het heel goed doet. Je hoeft maar naar de linksback te kijken die nu helemaal fit is en Boylens. Nou, je hoeft maar naar, we hebben drie fantastische centrale verdedigers. Nou, Stefano Denzel doet het hartstikke goed. Dus alles komt dichter bij elkaar en dat is alleen maar goed.